Goeiedag, welkom bij Studio Kijk op Kanker. We hebben vandaag een hele bijzondere gast, Marieke Zwart, in de studio. En zij werkt bij Hospice in Vrijheid. En lang niet iedereen weet wat nou eigenlijk precies een hospice is. Dus dat gaan we eens vragen, Marieke. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Hartstikke goed. Nou, zullen we meteen met die vraag beginnen. Wat is een hospice nou eigenlijk? Ja, een hospice is een bijna thuishuis, tenminste. Dan hebben we het over het Hospice in Vrijheid. Dat is een bijna thuishuis. Purmerend, hè? Purmerend. Ja. Want je hebt ook hospices die high care zijn. Dus dan, dan is de zorg anders. Wij zijn een bijna thuishuis. En, wat klinkt dat mooi? Ja, een bijna thuishuis. Maar dat is ook wat je wil. Daar streven we naar. Dat je een setting creëert die voelt als bijna thuis. Waar mensen zich veilig voelen, gehoord voelen. Ja, gewoon die setting probeer je te creëren. En, en wij werken met uitbehandelde kankerpatiënten veelal. En dat is ook. Want dat zeg je veelal, want dat is dus inderdaad een groot deel van de mensen. Want het zijn dus mensen die weten dat ze over korte tijd zullen overlijden. Ja. Wat is een beetje de termijn waar mensen weten? Dat is een goede vraag, want het is ook echt wel een beetje een harde eis, wilde ik niet zeggen. Maar wij vragen echt een terminaalverklaring van de arts die verwijst. Dus wij willen voorkomen dat mensen bij ons komen en een plek hebben die eigenlijk niet voor hun bestemd is. Dus wij vragen echt een terminaalverklaring. En dat is veelal, ik denk dat 9 van de 10 bewoners echt uitbehandeld naar kanker zijn. Ja. Dus is daar een reden voor dat dan nou juist vooral mensen zijn met kanker die dan daarvoor in aanmerking komen? Want ik heb het vaker gehoord, dat percentage zo hoog ligt. Ja, dat klopt. Ik denk dat deze groep veelal sneller tegen beperkingen aan loopt van meer symptomen dan bij andere ziektebeelden. Ja, ik heb daar eigenlijk niet eens een goed antwoord op. Het is meer het is dat wat ik zie. Ja, weet je, dat mensen met na kanker toch vaak uitgeput zijn door de behandelingen, erg ziek zijn geworden, misselijk. Eigenlijk is kanker natuurlijk gewoon een vreselijk ziektebeeld. En dat zie ik in het hospice elke keer weer, dat ik echt denk, het is gewoon een rot ziektebeeld. En met name dan die laatste fase. En met name de laatste fase, daar lopen de meeste mensen echt wel tegen dingen aan in dat ziektebeeld die gewoon heftig zijn. En dat wil ik niet zeggen dat andere sterfsprocessen minder heftig zijn. Alleen ik zie het bij kanker gewoon. Ja, dat is toch anders. Je ziet dus aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, heel veel ellende, om het maar zo te zeggen. Ja. Hoe is dat om daarmee om te gaan? Dat is wel iets waar ik heb mee moeten leren omgaan. Maar aan de andere kant, ik werk al heel lang als verpleegkundige. Verpleegkundige? Ik ben verpleegkundige en ik werk ook nog wel eens als verpleegkundige. En ik heb dus ook bijvoorbeeld voordat ik in het hospice kwam, gewerkt voor een organisatie die thuis kwam bij mensen die bestraald of chemo hadden. Daar kwam ik thuis. En daar prikte ik medicijnen, hè, want tijdens chemo's, dat is bekend, dan zakken je witte bloedlichaampjes. En dan kwam ik bij de mensen thuis om daar medicijnen te spuiten, zodat ze weer in ieder geval in goede conditie bleven om een volgende chemo aan te gaan. Dus eigenlijk, wat het mooie is dat ik het voortraject al heb meegemaakt. Want die mensen waren dus nog niet terminaal? Die waren nog niet terminaal. Maar we zaten in een behandeling. Maar die zaten wel in de behandeling. Dus ik heb eigenlijk als verpleegkundige al zoveel mensen gezien met kanker, dat ik het ziektebeeld, ik vind het elke keer indrukwekkend. Maar dat is waar wij in het hospice natuurlijk, wij doen de uitbehandelde mensen, die komen dan bij ons. En dat zijn ook vaak de oudere mensen die ook niet meer kiezen om behandeld te worden. Omdat ze al verzwakt zijn door de kanker. En dan zeggen ze, ik wil het niet meer. En dan eigenlijk zelf kiezen om te overlijden. Ja. En dan is het en wat is dan de reden? Plek. Ja, natuurlijk. Want dat vroeg me af, van wat is dan de reden dat ze dan niet thuis blijven, maar dat ze naar de hospice komen? Nou, dat zijn veelal mensen die of alleen zijn, of waarvan de mantelzorger overbelast is. Dus dan kun je de partner? Ja, mantelzorger of de partner of kinderen die de zorg gewoon niet aankunnen. En wij bieden natuurlijk ook nachtzorg. Ja. Dus er is 's nachts altijd een verpleegkundige. Nou, mensen willen vaak geen 24 uur zorg thuis. Dat is natuurlijk heel belastend, want je hebt iemand in je eigen setting.
Ook 's nachts. Ook 's nachts. Ja. En wij bieden dat in een andere setting. Ja, en maar het is wel bijna thuis. Wat maakt het dan bijna thuis? Wat is dan zo overeenkomstig met thuis bij jullie? Dat er gewoon gezocht wordt naar heel veel mogelijkheden om de bewoner het comfortabel te maken. Maar ook nog zoeken naar dingen die nog kunnen. Of wat wil je eten? Waar heb je zin in? Dat doe je thuis ook. Ja. Waar heb je zin in om te eten? Daar zoeken we in een hospice ook naar. He, dus gewoon. Want jullie koken ook voor jullie gasten? Ja, we koken voor onze gasten. Nou ja, wij noemen het dan bewoners, maar gasten zou ook een hele mooie benaming zijn, hoor. Ja, maar bewoners natuurlijk, ja. Want dit is eigenlijk waar ze dan ook het rest van hun leven zullen wonen. Ja, bewoners, ja. Mooie naam. Ja. Dus ja, wij koken. Wij hebben daar een hele grote kookgroep voor, allemaal vrijwilligers. En we koken dus hele kleine porties, want de meeste mensen hebben geen trek meer als ze al op het laatste stukje in hun leven zitten. En dan kijken we echt op maat van, ja, waar heb je dan zin in? Oh, wat mooi. Ja. Want er zijn dus meerdere bewoners tegelijkertijd. Ja, hoeveel van jullie? Wij hebben 4 kamers, dus wij kunnen 4 bewoners een plekje bieden. Ja, ja. En zit dat ook vaak vol? Ja. Ja? Ja, ik moet echt zeggen dat wij niet, meestal zijn de kamers gevuld. En als er een lege kamer is, dan ben ik eigenlijk achter de schermen alweer bezig. Wij hebben eigenlijk altijd een wachtlijst. Okay. Ja, dus wij zijn echt al bezig van als ik weet van nou, goh, die kamer, die bewoner gaat heel hard achteruit. Dan ben ik eigenlijk alweer bezig om te kijken. Je ziet het eigenlijk al aankomen. Ja, en ja. Sommige zaken zijn natuurlijk gepland. Ja. Hè, als iemand voor euthanasie kiest, dan weet je welke dag, welk tijdstip. Dan weet ik dat ik de dag daarna alweer iemand anders kan opnemen. Dan ben je bijna alweer aan het plannen. Ja, dat is niet bijna. Dat is zo. Je bent aan het plannen, want je weet wat er op de wachtlijst staat. En als het een thuissituatie is waarvan ik weet, hè, als ik daar op thuisbezoek ben geweest, en ik weet dat het schrijnend is als iemand op een bank ligt, in plaats van een fijn bed. Ja, dan wil je ook graag diegene zo snel mogelijk weer iemand opnemen. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk iets wat je heel veel achter de schermen doet. Ja. En voor de schermen ben je echt warmte ook voor je gasten, voor je bewoners. Ja, ja. Ja. Kijk, en wat maakt het thuis? Dat bezoek ook kan komen uiteraard. Mensen gewoon afscheid. Ja, zijn er bezoekuren? Nou, nu niet meer. We hebben natuurlijk echt een ontzettende rotperiode achter de rug met de corona. En het was echt wel dagen bij dat we, of een periode geweest, dat er maar 1 bezoeker per dag mocht. Nou, dat is hard. Ja, ik vond het verscheurend om te zien dat je dan geen afscheid kan nemen. Maar wij hebben zeg maar geen bezoektijd. We zeggen altijd wel van nou kom tussen 10 en 10. Zo een beetje. Dan kan er 's morgens rustig de zorg verleend worden. En 's avonds na 10 uur, dan slapen de meeste bewoners. Dus gaan dan gewoon lekker naar huis. En veelal daartussendoor is gewoon is bezoek welkom uiteraard. Okay. Ja. Dus je hebt eigenlijk de hele dag aanloop. Ook in een misschien ook wel verdrietige fase van het leven van de bewoner. Hebben jullie aanloop van naasten, familie, vrienden? Ja. En hoe ga je daar nou mee om? Want die mensen hebben vaak ook verdriet. Ja, dat is ook iets waar we ook wel oog voor hebben, zeg maar. Je doet ook wij doen uiteraard een intake. Hè, als iemand komt voor een opname, dan doe je een intake. En dan vraag je ook, van hoeveel kinderen zijn er? Zijn er ook bijzonderheden? Zijn er bepaalde gebeurtenissen geweest in uw leven waar we hier rekening mee kunnen houden? Zijn er bijzonderheden rondom bezoek? En daar komen soms best wel hele bijzondere antwoorden uit als bepaalde mensen niet welkom zijn. Of dat mensen zeggen, ik heb iemand al heel lang niet gezien en wat zou het mooi zijn dat ik mijn zoon nog eens een keer zou zien. Ja, daar zat ik net aan te denken. Dan kan ik het niet laten. Hè? Om dat dan te gaan regelen. Ja. En je bent bijna ook een soort van organisator van een wensen op het laatst. Ja, maar dat is ook eigenlijk wat we doen en dat is ook het mooie. En daarom refereer ik toch weer naar dat bijna thuis. Ja. Je doet ook nog heel veel om die mensen met wensen bezig te zijn. Dat kan ook zijn een ambulancewens. Waar zou u nog eens een keer naartoe willen? Of is natuurlijk, er nog iets? Dat is er ook. Is er nog iets wat u nog zo graag of wat u nodig heeft om af te doen? Neem jij daar ook dan initiatief in als hospice? Ja, nemen we initiatief uiteraard wel in overleg met een bewoner. En een huisarts moet ook altijd even goedkeuring geven. Of kinderen. Ja, want het zijn ook soms kinderen die mee willen. Of ja, dat gaat altijd in overleg en eigenlijk altijd heel gewoon. Ja, ik kan het niet. Ja, het is zo vanzelfsprekend eigenlijk om te doen. Ja, dat is mooi. Want ik stelde straks de vraag van je ziet veel ellende, maar je ziet dus blijkbaar ook, lijkt mij, mooie dingen.
iemand die al heel lang niet iemand heeft gezien en dan nu wel, ja. lijkt me ook heel mooi. Ja. Of een wens die in vervulling gaat. Ja, ik moet je zeggen, ik vind het werk mooier dan wat ik ooit heb gedaan. Ik bedoel, ik heb heel lang als verpleegkundige, ja, dat klinkt echt heel oudbollig, maar ik werk al vanaf mijn 17 in de zorg. Ik heb alles meegemaakt qua settingen, zeg maar. Ziekenhuis, thuiszorg. Ik heb het allemaal gedaan. Maar dit laatste stukje, dat is het mooiste. Zo puur en zo... En kun je dat onder woorden brengen? Wat maakt nou ten opzichte van het andere dit dan zo heel bijzonder, zo puur? Wat is dat dan? De mensen zijn zo dankbaar. Ja? Ja. De mensen zijn dankbaar als jij in de kamer bent en je hebt een gesprek gehad of je hebt... Iemand is lekker onder de douche geweest. Of ja, weet je, het zit soms of even een lekkere voetenmassage of wat dan ook. En ze kunnen daarna lekker slapen of ik krijg een glimlach. Dat is ook altijd wat ik van vrijwilligers terugkrijg. De dankbaarheid van de bewoners of een glimlach of even zo'n knijpje in je arm van dit. Weet je, dan daar doen mensen het voor. Daar doen vrijwilligers het voor. Maar het is ook persoonlijk wel een drijver bij mij dat je ziet... Dat het goed is en dat ze ervan genieten. Wat mooi, je ziet dat het goed is. Ja. Want je zei net puur, wat bedoel je dan met puur? Ik vind mensen op het laatste, in hun laatste fase nog zo puur. Dan krijg je gesprekken, daar neem ik ook echt tijd voor. Maar dan krijg je gesprekken die nog zo puur kunnen zijn. Kun je iets noemen? Wat? Ik vraag ook heel vaak van waar haalt u kracht uit? Of bent u bang voor de dood? Daar loop ik ook echt niet omheen. En... De antwoorden die daaruit komen, die zijn zo puur. Ja, daar hoeven ze niet eens over na te denken. Want heb je nou de indruk dat mensen veel bezig zijn met ik ga dadelijk dood? Sommigen wel. Hangt ook een beetje van de leeftijd af, hoor. Mm-hmm. Kijk, als ik heb nu bijvoorbeeld een vrouw van 95 liggen, prima. Weet je, die zegt ook, ik heb een voltooid leven. Okay. Nou, hoe mooi is het als je dat zo kan zeggen, zo richting de dood. Dus het is goed voor haar. Voltooid eigenlijk. Leven. Ja. Maar ik zie ook wel jongere mensen die echt vechten. Die moeten hun kinderen loslaten. Dan hebben we het over jonge gezinnen. Ja, dat maakt het natuurlijk, blijft een onderdeel wat ik lastig vind. In zoverre niet om te begeleiden, maar wel soms om te zien. Ja, natuurlijk. En daar nemen we ook de tijd voor om het daar over te hebben. Ja, want dat zei je net, van ik loop er niet voor weg. Nee. Ik ga het aan. Ja. Dus ben jij dan ook wel iemand, hè, en jij met jouw team, die dat soort dingen ook... aanzwengelen om dat ook bespreekbaar te maken? Zeker. Of laat je dat toch bij die ander? Nee. Ik probeer het echt wel. Of probeer, dat is niet eens. Ik ga het echt aan. Waarom doe je dat? Vanuit welke opvatting doe je dat? Nou, omdat ik vind dat als jij zo richting de dood gaat... in ieder geval niet alleen moet zijn... of niet moet gaan met nog heel veel vragen of onaffe zaken. Weet je, helpt eigenlijk mensen om het... Ja, het is wat je doet is ook een stuk stervensbegeleiding. Ja. Weet je, en je kan de gordijnen open doen 's morgens van... en het is een nieuwe dag, goedemorgen. Maar misschien wil die bewoner helemaal niet de gordijnen open hebben. Dus het is constant een kwestie van afstemmen. En dat is wat we de verpleging meegeven, maar ook vrijwilligers. Stem het af met je bewoner. Want misschien wil die een dag met rust gelaten worden. En wil die, is het helemaal geen goedemorgen. Ja. Is het goed dat ik uw gordijnen open doe? Ja. Dat is heel wat anders. Echt heel erg in contact. Ja, maar dat is echt iets... en dat heb ik mezelf wel. Als ik echt kijk naar hoe ik begon in het hospice en hoe ik er nu in sta... dan is dat veel meer kijken wat heeft iemand nodig, afstemmen, rust. Ja, want hoe heeft het jou verder, je zegt het al een beetje, maar hoe heeft het jou... laat ik zeggen, gevormd hè, in je werk. Kan je daar iets over zeggen? Ik ben veel rustiger geworden. Rustiger? Ja. Ik was echt wel ik denk echt wel een doener. Ja, dat heb je misschien ook wel als... meeste verpleegkundigen zijn dat ook wel. Zijn doeners. Maar ik heb hier geleerd om niet alleen te doen. Dan direct dat kussen opschudden aan. En weet je, ligt u lekker? Nou, hup. Meestal stel je de vraag, maar ben je ook al bezig met dat kussen? Want je ziet dat het niet lekker is. Je zit eigenlijk nog in die vraag en je hebt het antwoord niet gehad. Je bent nog bezig. Ja, dat. Is het zo, ja? Ja, dat is echt doen. En nu heb ik echt geleerd om eerst te gaan zitten. Om misschien even te zeggen van, goh, ligt u wel lekker? Want ik zie dat uw kussen helemaal scheef ligt. Voordat ik ga beginnen. Deze mensen hebben niet meer... die kunnen jou ook niet meer volgen. Wat bedoel je daarmee? In jouw tempo, laat ik het zo zeggen. Okay. Ze kunnen je niet volgen in het tempo die jij nog hebt. Want zij hebben een hele andere... Zij hebben de hele dag de tijd. Zij gaan nergens meer naartoe. Dus waarom zou ik
versnellen. Terwijl zij zoiets hebben van, nou, geen haast, ik ga toch nergens meer naartoe. Ja. En ook die humor die er nog is, of dat bewoners dat ook echt zo vertellen, ja, dat is goud. Daar leer je heel veel van. Van de humor, want dan wordt het ook wel interessant ten opzichte van die ellende. Er is dus ook humor. Onwijs. Niet het eerste wat je aan denkt in een hospice. Ja, ik denk dat ik dat, ja, dat is juist het grap, maar dat is ook zo puur. Dan kom ik weer bij dat pure. Mensen, het lijkt wel alsof mensen zo richting op het sterfbed of zo richting de dood hun puurste vorm laten zien. Dus ook die humor. Het is bijna filosofisch dit, hè? Ja. Want als je aan het eind zit, dan komt de meest pure vorm naar boven. Ja. Dat is wat jij ziet. Ja. Ja. Dus je ziet ellende, je ziet puurheid, je ziet humor. En je bent in afstemming en je merkt zelf dat je erdoor vertraagt. Ja, en dat vertragen, dat gun ik iedereen. En als er iets is wat ik heb geleerd, is dat ga er zitten. Zet het bed laag. Ga op ooghoogte. Want wat levert je dat op dan, als je meer vertraagt dan dat je deed? De gesprekken. De rust. En dat je dat ook ziet bij bewoners. Ja. Want je hoeft niet de hele dag te praten. Je hoeft ook niet. Je kan ook stil aanwezig zijn. Ja. Ik heb wel eens een hele tijd gewoon naast iemand gezeten en werd er niks gezegd. Maar dat is de kunst. Dat je gewoon ook leert om niks te zeggen. Je kan ook gewoon luisteren door gewoon niks te zeggen. Mooi. Ja. Bijna levenslessen. Het zijn bijna levenslessen, maar die krijg je in het hospice gewoon gratis. Ja, nou ja. Dan is er wel een makkelijk bruggetje naar je vrijwilligers. Want dat noemde je net al, die ook koken, maar doen ook nog veel meer. Stel ik me zo voor. Dat zijn de kookvrijwilligers. En je hebt uiteraard ik vind het heel veel zo vanzelfsprekend, maar ik heb ook een tuingroep. Maar de grootste groep is de zorg. De meeste mensen denken er niet over na, dat ook nog onderdeel is. Maar ik vind het ook al bijna vanzelfsprekend erg, hè. Maar de grootste groep heb ik zijn zorgvrijwilligers. Dus dat zijn echt de vrijwilligers die de verpleging helpen zorg te bieden op de kamers. Dus morgens een dag opstarten, helpen wassen, het bed verschonen, het ontbijt verstrekken. Dus de zorgvrijwilligers zijn de hele dag aanwezig. Dat de verpleging gaat op een gegeven moment de deur weer uit. Als de zorg gedaan is, gaat de verpleging weg, zeg maar. Die gaat de wijk in. Maar de vrijwilligers zijn er een hele dag, tot 11 uur. En dan komt er weer een nachtzorg. Maar die zorgvrijwilligers, ja, dat zijn ook hele... Ja, dat is zonder, zou ik het niet eens kunnen draaien. Want dit is gewoon maar dat zijn zorgvrijwilligers, zijn dat dan ook altijd verpleegkundigen? Nee, ik heb een diversiteit aan vrijwilligers. Dat is gewoon echt heel bijzonder. Dat kunnen mensen zijn die heel lang op kantoor hebben gewerkt, tot ex-politieagenten, tot... Nou, je kan het zo gek niet bedenken. En mensen voelen altijd een bepaalde verbintenis met het hospice. Of ze hebben iemand zelf verloren. Het zijn vaak mensen toch wel wat met ervaring op dat gebied. En die melden zich dan aan. En dan gaan we ze eerst inwerken. Ze vragen een verplichte training. Dus ook om dit, al die elementen van vertragen, luisteren. Want of je nou in de tuin werkt, of dat je kookt, of dat je nou, in de zorg... De tuinvrijwilligers die krijgen die training niet, want die staan niet aan een bed. Die zijn ook niet in een hospice. Maar ben je in direct contact met de bewoners, dan word je ook geleerd hoe je dat het beste kunt doen. Dat is echt een verplicht onderdeel. Ja. En dat jullie hebben bij de kanker, is de IPSO, geloof ik, het landelijk orgaan. Ja. Wij hebben dan het orgaan VPTZ. Ja. Dus dat is een landelijke belangenvereniging voor de palliatieve terminale zorg. En daar vanuit zijn trainingen. En de thema's die zij behandelen, behandelen wij ook. Dus iedereen wordt in Nederland wat dat betreft op dezelfde thema's getraind. Ja. Ja. Dus mensen melden zich aan, willen graag vrijwilliger zijn, krijgen een training en gaan dan werken bij jullie. Ja. En hoeveel uren? Nou, wij vragen minimaal toch wel één dienst per week dat je er wel bent. Want als jij de hele tijd er niet bent, dan heb je ook dan, nou ja, dan verleer je de... En hoe lang is een dienst? De diensten zijn gemiddeld 4 uur. Oké. Ja. Oké. Ja. En hoeveel vrijwilligers hebben we het eigenlijk over? Ik heb er 56 per week nodig. 56 per week? Ja, 56 per week. En is dat ook te verkrijgen? Als ik heb nu een groep van 80. Ik zit steeds in de ik-vorm, maar het is natuurlijk wij. Maar ja, want wie is wij? Ja, wie is wij? Wij werken met 2 betaalde coördinatoren. En daar hebben we de invalcoördinator bij. Dus wij zijn een team. Dus, maar ik heb het steeds vanuit de ik-vorm. Dus ik hoop niet dat ze het erg vinden. Maar
Wij hebben 56 vrijwilligers nodig per week, want je hebt 2 vrijwilligers per dienst. Dus 's avonds, als wij er niet zijn, zijn er 2 vrijwilligers. Wij willen ook altijd 2 vrijwilligers. We gaan niet diensten draaien met 1. Al zou er maar 1 bewoner zijn van, ja, maar dat red ik wel alleen. Nee, want er kan ook wat met jou gebeuren. Ja. En dan is er niemand in huis. Ja. Dus ja, dat maakt dat je er... En dat is 24 uur per dag. Ja, nou, wij hebben dus niet 24... Er is 24 uur zorg. Want er is een verpleegkundige. Want 's nachts zit er een verpleegkundige. Ja. 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 En die vrijwilligers, tot hoe laat werken die? Tot 11 uur 's avonds. 11 uur. Ja. En dan 's ochtends weer? Om 8 uur. Ja, dat is natuurlijk echt wel... Ja. Ja. En dat red je gewoon? Tot nu toe gaat het nog steeds goed. En hoe lang bestaat het al? Het hospice is opgezet in 2013. Oké. Okay. Dus we gaan volgend jaar, 2023, bestaan we 10 jaar. Een lustrum, ja. Ja, we hebben een lustrum. En dat is best wel om trots op te zijn. Want ondertussen hebben wij in Purmerend bewezen dat we echt wel bestaansrecht hebben. Mensen weten ons ook goed te vinden. Er is ook een hospice in de Beemster waar wij ook goed contact mee hebben. In zoverre altijd even bellen. Hoe is het bij jou? Dat je als er iets nodig is, je kan ook vrijwilligers uitwisselen. Dan kun je zeggen van, goh, ik heb echt een groot probleem. Zou er hier een vrijwilliger... Ben je echt aan het samenwerken? Wij zijn daar echt in het samenwerken, ja. Want we hadden al een andere partij al genoemd, hè? Dat is namelijk de huisarts, zei je. Daar moet ook mee afgestemd worden. De huisarts is de huisarts in veel gevallen verwijzer en die blijft dan ook de huisarts. Ja. Dat maakt het ook zo fijn, want heel veel bewoners vinden het ook heel fijn dat ze hun eigen huisarts houden tot het laatste. Die komt ook langs bij jullie? Ja, die komt dan visite rijden, draaien. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn. Ja, ja, de huisarts blijft betrokken. Ja. Ziekenhuis? Ziekenhuis, dat is ook een hele belangrijke verwijzer. Transferbureau is daar een onderdeel van. Dus het transferbureau belt dan op, hebben jullie een kamerbeschikking? Ja, maar kun je iets meer vertellen? Want ik wil altijd wel even wat meer weten. Dan krijg ik het ziektebeeld, dan krijg je ook door wie de huisarts is, de genoemde PTZ-verklaring. Nou, nu was het de hele tijd, is er een PTZ, COVID-test dat is dus gedaan. Die terminale waar ja, je het over precies, had. Ja, precies, ja. Want je wil gewoon voorkomen dat mensen, je wil gewoon een echte gerichte opname. Ja. Wij zijn geen verpleeghuis. Ik heb ook geen licentie als verpleeghuis. Wij zijn geen verzorgingshuis, wij zijn een hospice. Ja. En je wil gewoon dat ook puur houden. Ik kom... En dat mensen passen daar wat want jij biedt. Precies, want je wil niet dat mensen in het hospice zijn die er eigenlijk niet horen. Dat klinkt misschien heel bot, maar dat is wel wat het is. Ja. Nou, dus het transferbureau is een belangrijke verwijzer. En dan is het een externe bewoner. Ja, extern bedoel ik dus mee buiten Purmerend die niet een eigen huisarts heeft. Dan zoeken wij in Purmerend, hebben wij een huisartspraktijk die dan altijd de huisarts wordt. Dus dan kunnen we bellen. Dat kun je ook nog organiseren. Ja, ja, ja. Ja. Dus als iemand uit Amsterdam komt, daar geen plek is, dan worden we ook gebeld. Maar dan heb je nog steeds een huisarts ter beschikking. Maar dan heb ik nog steeds een huisarts in Purmerend die dan de huisarts wordt. Ja. 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 Nu heb ik je gevraagd om iets mee te nemen. Ja. En dat is een magazine, een tijdschrift. En er staat op Marieke. Ja. Wil je er wat over vertellen? Dat wil ik zeker. Want jij stelde mij net de vraag van hoe ga jij daar dan mee om? Met al het verdriet. Dat schrijf ik dus van me af. Ik ben begonnen met verhalen te schrijven als verpleegkundige. Dus bij mensen thuis. Dus dat zit met name in mijn eerste magazine heel erg van waar ben ik tegenaan gaan lopen bij mensen thuis. Wat heb ik daar gezien? Wat heb ik daar meegemaakt? En ook in settingen gezeten dat ik echt dacht, ja weet je, je kan alles hebben in je leven. Maar als je kanker krijgt, dan is dat dus gewoon heel betrekkelijk. En dat zit heel veel in deel 1. En in deel 2 zit ook heel veel verhalen als troost. Dus meer vanuit de stervensbegeleiding, maar ook heel veel vanuit rouwverwerking. Ben ik meer gaan schrijven om mensen iets te bieden. En in het tweede deel zitten ook echt fictieverhalen. Dus echt flauw. Bijzonder. Ja, maar dat is wel heel erg leuk. Ja. Je bent gewoon gaan schrijven om het eigenlijk van je af te schrijven? Ja, nou deel 1 is echt ontstaan als eindproduct. Toen deed ik een opleiding tot stervensbegeleider. Okay. En toen moesten we een eindproduct en toen dacht ik, nu of nooit. Als ik het nu niet ga doen, want heel veel mensen zeiden op Facebook, je moet het gaan bundelen, je moet een uitgever zoeken. Maar dat dacht ik, ik heb het op eigen kracht gedaan. En toen op een gegeven moment had ik weer heel veel verhalen. Nou, wat ga je dan doen? Deel 2. Ja, dan ga je gewoon voor deel 2. Komt er een deel 3? Ja. Ja, zeker. Ja.
volgend jaar. Ja? Ja. En als mensen het willen lezen, hoe kunnen ze eraan komen? Ja, dat is toevallig lig ik nu bij boekhandel Stumpel in Dordrecht. Klinkt ook leuk, hè? Ik lig bij... Ja, ik sta. Nee, ik sta. Ik je sta. Staat in ik het sta schat. Naast happiness. Ik ben heel happy, want ik sta naast happiness bij boekhandel Stumpel in Purmerend. Dus als mensen willen lezen over jouw ervaring als verpleegkundige en over jouw inzichten eigenlijk als coördinator van... Ja, dan is dit hospice. Zeker een aanrader Want je zegt ook lezen. Fictieverhalen, zei je dat? Ja, ik doe ook gewoon echt... ik volg schrijf. Ik heb een schrijfles. En dan krijg je af en toe opdrachten om heel wat anders te gaan schrijven. Ja, en dan is dan toch... Is het wel gerelateerd aan het onderwerp? Helemaal soms niet. Nee. Okay. Soms verwerk ik daar weer mensen in die ik heb ontmoet in een fictie. Dat ik denk, zou zo maar over jou kunnen gaan. Mijn volgende fictie. Nou, ik zou me vereerd voelen. Maar wat mooi. Wat bijzonder. Ja. En wat voor reacties heb je teruggekregen? Ja, echt zulke leuke reacties. Echt van herkenbaar en warm en ontroerend. Heel veel mensen, ik zeg er ook altijd bij, lees hem niet in één keer. Want er zitten inderdaad, zelfs als ik het nalees, dat ik wel eens denk van, ik zit ook tijdens het schrijven, dat ik zelf wel geraakt word door wat ik eigenlijk schrijf. Dus het zijn veelal ontroerende verhalen. Met een mooie boodschap, ja. Wat mooi. Ja. Als je nou kijkt naar de naasten van de mensen die bij jouw bewoners op bezoek komen, bij jullie bewoners op bezoek komen. Heb jij ook daar gezien hoe mensen daar over het algemeen mee omgaan? Met het feit dat ze iemand gaan verliezen? Ja, en dat is heel wisselend. Sommige mensen die zijn heel reëel en die hebben echt zoiets van, ik wou dat er een eind aan kwam. Ik wou dat er een eind aan kwam aan dit lijden of echt de onmacht. De onmacht om te zien dat iemand pijn heeft. De onmacht dat het maar zo lang duurt. Hè? Maar ook de andere kant uiteraard. Gewoon bijna paniek zijn. Omdat ze weten dat iemand komt te overlijden. En ja, het is natuurlijk ook... Het overlijden gaat nou eenmaal ook niet altijd op dezelfde manier. Nee. Het gaat niet altijd zoals je ziet in een film van een laatste zucht. Ja. Het is soms een strijd. En je ziet alle varianten eigenlijk. Ik zie alle varianten, ja. Als iemand nou het idee heeft, misschien wil ik wel vrijwilliger zijn bij een hospice. Wat zou je dan zeggen tegen iemand? Wat kan ze iemand verwachten bij jullie? Wat kun je verwachten? Dat is, je bent gastheer, je bent gastdame. Je bent de spin in het web. Je bent de ogen en de oren in de organisatie eigenlijk ook wel weer. Wij moeten ook, als er iets op is, moeten we dat ook horen. Weet je draait eigenlijk met elkaar een groot gezin. Ja. Waarin gewoon alles gebeurt. Ja. Er moet een was gedraaid worden. Er moet Het is bijna thuis. Het is bijna, daar komen we weer. Het is bijna thuis. Ja. En daar moet je je oké en zolang in voelen als vrijwilliger. Dat je dus ook af en toe, als er veel familie in huis is, dan moet er wat meer koffie gezet worden. En dan ben je misschien wat meer in die rol. Ja. En een andere keer ben je weer meer in de rol dat je mag helpen bij de zorg. Er is geen dag hetzelfde. En het is ook nooit saai. Ja. Het is altijd... doordat we verschillende bewoners hebben in de leeftijdsklasse, is het ook altijd weer anders. Dat is natuurlijk zo. Ja. Ja. Want dat vroeg nog even af. Hè. Saai, dat soort beelden. Kom je vooroordelen tegen? Stereotype beelden die mensen hebben van een hospice? Kun je zeker. Doodeng. 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 Het lijkt me zo doodeng. Om daar te werken. Om daar te zijn überhaupt, dat je het kan. En dan de realiteit. Is het eng? Ik vind het niet. Ik vind het niet eng. Maar ik kan me het wel voorstellen. Dat mensen zoiets hebben van... Dat merk je wel eens aan vrijwilligers die echt nog nooit iets rondom de dood hebben meegemaakt. Dan merk je de aarzeling als ze een kamer in willen. En dan begeleiden we ze dan ook in. Zo van, heb je wel eens een overleden iemand gezien? Nou, eigenlijk nog niet. Nou, ik heb nu een overleden bewoner en dan wil je kijken. En dat is je misschien heel gek. Je begeleidt ook de vrijwilligers. Eigenlijk doen we niet anders dan ook die mensen weer begeleiden. En ik vraag ook altijd, wat kom je halen en wat kom je brengen? Ja. Want, wat komen mensen halen? Op een of andere manier, de meeste mensen die wat ze komen halen, is eigenlijk iets terugdoen. Iets doen voor een ander. Dat gevoel dat je er, dat je er echt er bent voor de ander. Precies, en dat mooi. Je een bijdrage hebt in het geheel, in het bijna thuis creëren. Ja, mooi is dat. Dat is echt wat ze veelal komen brengen. Wat en wat nog wel eens
misgaat bij nieuwe vrijwilligers. Bijvoorbeeld dat iemand is overleden, dichtbij. En dat ze dan denken van ik heb het al een keer meegemaakt, ik kan dit. En dat ze dan toch merken in het hospice, tijdens het inwerken, dat het ze aanvliegt. En dat ze denken van, oh, ik heb het nog helemaal niet zelf verweven. Het overlijden van een vader of een moeder. Komt het weer en dan boven. Komt het weer naar boven. Ja. Dat maak ik ook wel mee, hoor. Dat mensen dan afhaken. Dat ze zeggen, ja, het komt toch te dichtbij. Ja. Wendt het, de dood? Ja. Hoe kijk jij nu naar de dood, nadat je het zo vaak hebt gezien? Ik ben er niet bang voor. Maar dat komt eigenlijk denk ik ook wel doordat ik weet wat er allemaal aan ondersteunende middelen geboden kan worden. En de meeste mensen zijn bang voor de dood omdat ze denken dat ze stikken. Of dat ze, weet je, en ondertussen weet ik gewoon dat er zoveel mogelijk is om gewoon de afleiding of de andere, ja, andere dingen in te zetten, zodat je daar niet zo mee bezig bent. Ja. En dat gaat dan meer over het echte doodgaan. De dood zelf, is dat iets waar je anders naar bent gaan kijken? Het feit dat het leven eindig is en op een gegeven moment overgaat in iets nieuws? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of ik daar anders naar ben gaan kijken. Ik vind het in ieder geval niet eng. Ja. Dat heb ik altijd wel gevonden. Oh. Ja. Of dat je zelf ook in je denkt, werk als verpleegkundige? Ja, dat je denkt van jeetje, het zal me toch zelf gebeuren. Hoe zou ik dan reageren? Oh, je betrekt het ook op... Ja. Maar dan heb je ook geen angst meer voor je eigen dood? Nee, absoluut niet. En dat is ontstaan doordat je zoveel in het hospice mee te maken hebt gehad. Ja. Bijzonder, lijkt me dat. Ja. Wat een mooie, bemoedigende gedachte. Ja. Maar ook wel omdat mensen dat ook wel teruggeven van... Ja, maar ik ben niet bang. Weet je, dat ze dat ook dat echt zeggen. Ja, maar dat ze dan ook echt zeggen, maar het is goed zo. Weet je, ik ben niet bang. En dan denk ik, ja, maar als zoveel mensen niet bang zijn, waarom zou ik er dan wel voor bang voor zijn? Ah, mooi. Ja. Mooi, ja. Sommige mensen kunnen ook echt uitkijken naar de verlossing van hun pijn en andere ongemakken. Dat ik denk van, ja, dat kan dus ook. Ja. En het is ook altijd, er is nooit een energie in de kamer hetzelfde. Ook na overlijden niet. Er is nooit een energie in de kamer. Een energie in de kamer. Wat doe je daarmee? Ik weet niet heel goed hoe ik dat moet uitleggen. Maar als er een bewoner is overleden of iemand is overleden, dan is er iets in de kamer anders. Dat voel je. Dat klinkt bijna heel gek, maar ik voel dan een andere energie. En dan merk je ook heel vaak van hoe het is gegaan. Is het rustig gegaan of is... Ja, dus er gebeurt gewoon heel veel in hospice. En dat is steeds uniek, zeg je eigenlijk. Ja, er is bij geen enkel overlijdt hetzelfde. Ja. Ja. En er gebeuren gewoon hele mooie dingen, ook met families en die erbij zijn. En daar gewoon ook helemaal... Weet je, wij doen natuurlijk ook afscheid. Het afscheidsritueel in het hospice. Nou, er gebeuren zulke mooie dingen. Ik bedoel, weet je, families die gaan staan zingen of... Ja, heel mooi. Hartverwarmend. Het lijkt me inderdaad, er gaat wel een wereld open eigenlijk. Hè? En ik denk voor veel mensen dat zo is. Ja. Als je hoort dat er zoveel bij komt kijken. Ja. Tot slot, als je nu indenkt dat er iemand nu kijkt die overweegt, zou ik daar zelf voor moeten kiezen of willen kiezen? Of misschien mijn vader, mijn moeder, mijn partner. Wat zou voor iemand een reden zijn om te zeggen, nou, ik ga naar een hospice. Wat zou je dan zeggen? Wacht niet te lang. Vaak als dit wat jij nou zegt, wij merken dat het heel vaak dat het al ergens gezoomd heeft, zeg maar, hè, dat een huisarts al heeft gezegd. Dat mensen heel vaak denken, nou, daar wacht ik nog wel mee. Dat doe ik wel als het echt heel slecht gaat. Weet je, ik wacht nog even thuis. En dan is thuis de hele boel ontregeld, overbelast. En dan komt iemand in het hospice en dan zijn ze er soms zo kort dat ik soms denk van, oh, was toch eerder gekomen. Was hij nog eerder gekomen? En ook dat krijgen we ook heel vaak terug van families of van bewoners zelf. Had ik dit maar eerder gedaan? Want dan waren er nog, dan kun je nog genieten van een uitstapje of dan kun je nog genieten van zoveel meer in het leven op het laatste stukje dan wat er soms gebeurt nu. En dan zijn ze al zo verzwakt dat ze niet meer lekker in de tuin kunnen zitten of aan tafel kunnen zitten. Kom eerder. Het is bijna een pleidooi om niet te lang te wachten. Ja. En wij zeggen ook altijd, kom voor een rondleiding. Ga alvast kijken. Want zijn mensen welkom om gewoon te komen kijken? Ja, altijd even op afspraak dat dan wel. Bellen even naar het hospice en vraag
Ik wil graag een rondleiding. We hebben ook heel vaak een inloopochtend. Dat mensen ook kunnen kijken van, goh, hoe ziet er nou zo'n kamer eruit? En dat ze ook heel vaak zeggen, oh, dit ziet er helemaal niet uit als een eng huis waar mensen doodgaan. Ja. Nee, dat voelt voor heel veel mensen gewoon heel warm. En dat is ook wat we proberen. Pas als je ermee in aanraking komt, dan krijg je het echte beeld. Hè? Ja, ja, precies, ja. Mooi. Ja. Nou, dankjewel voor al je informatie en al je inzichten in wat het betekent. En ja, wat mij betreft is er echt heel veel nieuws eigenlijk ontstaan. Wat om een hospice heen is, waar je helemaal niet over nadenkt. Nee, dat is ook, dat horen we meer. Ja. Mooi werk. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan.